erin gerold ben, is eigenlijk dat we feestjes zijn gaan geven met een paar vrienden, omdat ik omdat we eigenlijk nergens terecht konden wat betreft draaien en dat soort dingen. Dat het nog wel een vrij gesloten circuit was, zeg maar. Maar vanaf 92 zijn we zelf feesten gaan doen. En toen, 94 hebben we voor het eerst een groot pand gekraakt en zijn we naar feestjes gaan geven. En wat voor muziek draai je aan het algemeen dan? Feestjes? Variërend van langzaam elektronische muziek tot snelle elektronische muziek. Waar het mij om gaat is, ik wil gewoon mensen laten dansen. Ik probeer gewoon mensen zover te krijgen dat ik ze gewoon kan pakken. En als ik ze te pakken heb, dan ga ik proberen om gewoon nieuwe dingen te bereiken, zeg maar. Nieuwe dimensies aan te boren. Soms lukt dat en soms lukt dat niet. Maar als het lukt, dan is het wel geest natuurlijk. En dat, eigenlijk kan je dat alleen maar echt bereiken op illegale feesten. In die zin, omdat het natuurlijk geen... zeg je dat, geen grenzen heeft, zeg maar, weet je wel. Het heeft geen sluitingstijden, het heeft geen beveiliging die moeilijk doet, het heeft geen maffia die zich ermee bemoeit of noem maar op, weet je wel. Nou, als het goed is gaan we aankomend weekend naar Frankrijk en daar is een Technival. Een Technival is een soort festival met technomuziek. Daarom heet het ook een Technival, omdat het gewoon over het algemeen technomuziek gedraaid wordt. Ik ben voor het eerst in aanraking gekomen met illegale feesten, dat is ongeveer 4 jaar geleden. Dat was via mijn ex-vriendje en die nam me mee daarheen en de eerste keer heb ik mijn ogen uitgekeken natuurlijk en er komen heel veel nieuwe impressies op je af, dus het is een hele nieuwe wereld waar je instapt. Weet jullie wat het is al ongeveer? Ik heb mijn cola gepakt. Ja, echt waar. Van, hoe heet het maar? Weet je echt precies waar het is? Of heb je ongeveer? Het was in Bois. Bois. B-O-I-S. Jij daar boven en ik hier ondertussen. Ja, met M. Je zocht naar Mer. Een kleine dorpje hier. Oh, hier, Mer. Ja, Mer. Oké, relax. Nou, dus dat is gewoon naar Parijs. Hier is een Gem. Gem, terug in Parijs. En dan moeten we Orléans. En dan Blois. En ondertussen Blois, heb je Mer. En heb je Mer al, ja. Nou, zitten we bij richting Dijon. Nou, dan kunnen we net goed. Heb je een bikini bij je badpak? Hoe ver denk je dat nog rijden is? Gewoon echt, dat is echt 5, 6 uur gewoon rustig vanaf hier. Vanaf Parijs is het 6 uur. Ja. Dat is ook de A10 E5. Heel leuk mee spelen.
naar Nederland kijkt, zijn er veel mensen die zich met het bezoeken of organiseren van feesten bezig houden? In Nederland zijn er behoorlijk wat mensen daarmee bezig. Het zij door muziek maken, het zij door platen draaien, het zij door kunst maken, het zij door grafische vormgeving, schilderen, vuurshows, noem maar op. Die dragen allemaal bij aan een feest en er zijn behoorlijk wat mensen die daar hun energie en hun tijd in steken. En dat is over de afgelopen 10 jaar is dat wel behoorlijk gegroeid, ja. En er worden dus vaak feesten gegeven? Voor zover ik weet, maar ik weet natuurlijk ook niet alles. Soms zijn er meerdere feesten per weekend en soms is er volgens mij ook wel eens niks te doen. Maar er is altijd wel ergens iets te vinden volgens mij om naartoe te gaan. So where are we going tonight then? Edinburgh. Yeah. Going to squat a big storage and we're going to make a fucking cool party, I think. I have a really good feeling. Yeah. Yeah, the best feeling I ever had in Holland, or making a party. I don't know why, but okay. Yeah, I think it's going to be great. And you're always right? No, not always, but sometimes. Always, I don't know, that's what I had really had the feeling. They had really lots of possibilities making parties and so it always goes on really early. They decorate one day early and stuff. Yeah. And I think this drive now, this is one of the most best things, or not most best, but the best thing on making parties, you know. Like in the night, driving to the location and yeah, I don't know, it's a really good feeling. And I must say, the best party I ever made, you know, was in Austria. And it was actually the best and the worst in one, you know. Because I got beaten by the police really bad, and a friend of mine also after the party. Yeah, they wanted to stop the party already in the night, but it was 1,000 people or something. It was impossible to stop, really, it was impossible. And so they totally freak out, they lose control of the whole situation, and they start beating and yeah, and even shoot and whatever. Really? Yeah, it was a lot of shit going on there. 3 guys got arrested. But it was a good party then. Yeah, the party was really good. One house, so you must put your music away from the house. Yeah, but there's only one place where you can put a large sound system and blow it away from the house. Our other parts can put that in the sound system, I think. What do you want to do? You want to make one floor or two? Yeah. Final countdown. Yeah. I like being happy. That's why I make water.
and it's a fucking nice feeling. The people give you back, if you make a nice party, the people have good vibration, you feel it, you know. It's something in the air you feel, and everybody feels it, but to you it feels, yeah, you know, it's for you, you know, it's supposed for you to feel it, if you make a party, and that's what I like the most. Wat komen jullie hier doen? Van Opel, Corsa. Huh? Je vindt je hier op terrein waar je niet mag zijn, dus. En dan 35. Ja. Wie heeft hier de organisatie? Start jullie auto's en vertrekken en dan wordt je geen feest gekregen. Ik heb het niet. Dus zijn dan... Goed, derde voordeling. Vorige jullie moeten jullie hier vertrekken. Ja, blijven jullie toch? Ja, ik heb jullie drie keer officieel gevolgd dat jullie dat. Start de auto's, dan kun je lekker de poort uitrijden. Voor de poort open, dat zie je. Kan je misschien voor een leek eens vertellen wat een techniveau precies is en wat het inhoudt? Techniveau is in principe een tijdelijk opgezet dorp waar mensen van waar dan ook welkom zijn om te gaan doen wat ze willen. Voor zover dat niet inhoudt om iemand anders wat aan te doen of zo. Maar ja, het is een festival, een muziekfestival waar je naartoe kunt gaan en waar je boxen neer kunt zetten en waar je bikes kan gaan draaien of kan gaan rappen of gedichten voorlezen of je punk plaatjes gaan draaien of whatever. En wie kan er op af? Ja, van allerlei mensen. Mensen die die sfeer liever hebben dan... Lowlands of Dance Valley, of waar alles natuurlijk in principe ja, toch een beetje een andere benadering heeft, zeg maar, op z'n zachtst gezegd. Hoe vaak wordt een technical georganiseerd? Ik denk dat er per jaar wel tientallen zijn eigenlijk, maar in Nederland is er één keer per jaar eentje. Maar het lijkt me leuk als iemand van de organisatie bij mij komt. Ik kan wel met 1000 man aan gesprek gaan doen. Het was eigenlijk al een beetje rot begonnen, zeg maar. Plutjes tegelijk bij. Ben jij iemand van de organisatie? Ik wil wel praten voor deze organisatie. Ik wil graag iemand van de organisatie. Er is geen organisatie meer. Nee. Ja, dat lijkt wel onwaarschijnlijk. Nee. Hoezo is dat onwaarschijnlijk? Zal er iemand het initiatief nemen of niet? Nou, dat ben ik dan bij deze. Als jullie met 100 auto's zijn, rijden dan iedereen kan. Dat ben ik dan bij deze. Dan ben ik de initiatiefnemer. En dan wil ik graag met u in gesprek. Ja, als dat kan. Vertel maar, wat wil je mij graag? Ik wil u vragen om een kans. Dat kan ik jou niet geven. Waarom niet?
als ik jou zeg dat hier een dorp bergen kort bij ligt, waar 5000 mensen liggen te slapen, die willen graag genieten van de nachtrust. We hebben echt goed nagedacht over deze plek. Naar ons inzien gaan we geen overlast veroorzaken. Even nummer 5. Je kan communiceren, ik heb op dit moment op GSM. Nou, misschien heeft u het meegekregen. Ik denk dat het handig is als u even deze kant op komt. Hier staan wat mensen, ja, en dan hebben we een discussie die leidt tot niets. Kunnen we hier even kijken wat we precies gaan doen? Zo'n uitgangspunt, ik snap dat niet, hè? Ja. Je hebt al een uitgangspunt voordat je überhaupt iets gezien hebt of gehoord hebt. Wat dan? Jongens, ik spreek uit ervaring. Ja, wij ook. Er komt een chef deze kant op en dan mogen jullie daar staan mee. Ja, tot de tijd ga ik dan proberen zoveel mogelijk voor te zorgen dat het feest vandoor gaat. Ja. Ik kan jou niet tegenhouden op dit moment. Ik kan jou niet tegenhouden op dit moment, maar de consequenties die mogen dan straks nog wel. Ik had wel discussies, de andere mensen hadden discussies met de politie. Maar in feite schiet dat helemaal niet op. Uiteindelijk is de burgemeester verantwoordelijk. Als hij zegt, ga niet door, dan gaat het gewoon niet door. De politie staat daar. Dus dan ga je dus proberen om zoveel mogelijk mensen op het terrein te krijgen. Om zoveel mogelijk sterke positie te verwerven, zeg maar. En soms lukt dat, soms niet. Le Paris, en direction Orléans, RN20, Orléans, direction Blois, RN152, la ville de mer, premier feu à gauche, au fond à gauche, vite tout droit, bonne soirée, vous écoute. Nou, er is zeker al een algemene filosofie onder techno en free techno. Dat houdt in dat het non-profit is en alle winst gaat in techno zitten. Dus in het system, in platen, in shirts drukken, in het zorgen dat er feesten kunnen gegeven worden of het zorgen van festivals. Ja. Het is gewoon totaal vrijheid en je houdt allemaal van dezelfde soort muziek. En dat geeft ook een band met elkaar. Even zoeken hoor, aan mijn trein. Hey, maar zien jullie iets van bekende bus of zo? Zie je ook helemaal net het Nederlandse kentekens of zo? Ik vind als jij een feest organiseert en je sloopt niks, je zit niet aan iemands eigendom, bijvoorbeeld als je in een pand gaat, dan moet het wel een pand zijn wat al een behoorlijke tijd leeg staat of aan het vervallen is. Als jij zelf de troep opruimt, niet naast een woonwijk gaat staan, en de verantwoording neemt uiteraard voor datgene wat jij daar aan het veroorzaken bent,
dan vind ik dat de politie of de politici geen argument heeft om het feest af te lassen. En als jij daar zelf de verantwoording voor draagt en zelf zorgt dat het oké is, dan zie ik niet in wat daar voor een argument tegenover kan staan. Punt. 1 Nieuws met Annie Peters. Goedenavond. 200 ME'ers en 50 agenten hebben vandaag een eind gemaakt aan de illegale houseparty in Bergen. Met zachte dwang verwijderde de politie zo'n 1500 tot 2000 feestvierders van de Berger Heide. Vrijdagavond begon het feest en de housers wilden doorgaan tot morgen vroeg. Het beleid is vanaf het begin af aan geweest om zo spoedig mogelijk tot beëindiging te komen. En dat betekent dat er gisteravond is besloten dat wij hedenmorgen tot ontruiming zouden overgaan. In het terrein zijn absoluut geen voorzieningen aanwezig. De volksgezondheid kan in ernstige mate in het geding komen ten aanzien van het extreem gebruiken van drugs, alcohol of een combinatie daarvan. Waar het om gaat is gewoon dat we proberen om met een stel volwassen mensen, verantwoordelijke mensen, bij elkaar te komen op een plek waarvan wij denken dat we zo min mogelijk overlast veroorzaken. Al wordt het wel moeilijker voor ons omdat de gemeentes en de burgemeesters natuurlijk van hun plekken vinden dat ze niet geschikt zijn. Het zou beter in overleg kunnen komen, maar we hebben het geprobeerd vergunningen aan te proberen te vragen, maar dan verstoren we de vogels. Terwijl een week daarvoor zo'n megafeest daar op die plek is. Ze willen het gewoon niet en het is gewoon denk ik een kwestie van geld. Hier zijn geen sponsors, hier wordt geen geld gemaakt. Ik denk dat het hierop neerkomt. Dit leek ons een raakliggend terrein. We willen het graag opruimen als we de kans krijgen van de ME. En wij zien niet in wat daar fout aan is. Dit is ons idee van bij elkaar komen en ja, een hoop mensen worden hier gelukkig van. I'm gonna send him to outer space.